Er rijden dagelijks te veel auto's op de Overijsselse wegen. Dit zorgt niet alleen voor veel files en vertragingen, maar het zorgt ook voor een enorme uitstoot van CO2. Veel van deze auto's worden gebruikt voor het woon-werkverkeer. Op een afstand die met de fiets ook prima te doen is. Daarom is er in Overijssel de actie Fietsmaatjes. Hierbij stimuleren collega's elkaar om naar het werk te fietsen. En voor elke gefietste dag is er een financiële beloning. Kortom, fietsen naar je werk en daar geld mee verdienen. Gezond, goed voor het milieu en leuk voor de portemonnee. Wij volgden het team van Apollo Vredestein. Wij doen mee aan Fietsmaatjes om verschillende redenen. Maar de belangrijkste twee zijn toch wel dat het bijdraagt naar de vitaliteit en de gezondheidsbevordering van onze medewerkers. En daarnaast is iedere medewerker die niet met de auto naar het bedrijf komt, in de positieve bijdrage levert hij aan het milieu. De deelnemers hadden zo hun eigen motivaties om mee te doen aan Fietsmaatjes. Je kunt geld verdienen door te gaan fietsen. Dat was de eerste inzicht waarom ik meer ging doen. En daarna dacht ik ook, ja, het is voor je gezondheid, omdat je al sportief bezig bent. Ja, is dat toch iets wat ook mee helpt om gezond te blijven. Voor die tijd ging ik altijd met de auto. Op een gegeven moment verkeerd en alles. Je begint te ergeren en al die dingen. En toen ben ik gewoon gaan fietsen. Ik hoop dat ik nog langer gezonder blijf, weet je. Ik hoop dat Fietsmaatjes straks gaat opleveren ongeveer 200 euro. Ja, en naast het geld natuurlijk gewoon gezondheid. Het project Fietsmaatjes 2019 liep van juni tot eind november. In die 6 maanden pakten de deelnemers zoveel mogelijk de fiets voor hun woon-werkverkeer. Hun buddy moedigde hen aan. Om de afgelegde kilometers op de fiets en de beloningen goed te kunnen volgen, is er een speciale Fietsmaatjes-app ontwikkeld. Ja, er wordt nog wel eens gekeken op de app en dan van nou, ik heb al een keer meer dan jou gefietst, je moet nog even proberen om je best te doen. Ik kreeg van de week nog een appje van mijn collega of het wel klopt met mijn gemiddelde snelheid. De strijd onderling, ja, de buddy die voert de strijd op altijd. Van je moet vandaag fietsen of morgen en ja, hij motiveert ons altijd. Tijdens de actie kregen de deelnemers te maken met alle weersomstandigheden. Maar daar lieten ze zich niet door tegenhouden. Ja, vries is niet zo'n probleem. Ik bedoel, daar kunnen we ook kleden, muts op, handschoenen aan. Nou, dat gaat wel goed. Oh, ik heb wel veel regen gehad, eigenlijk de laatste tijd. Maar daar kleed ik me behoorlijk goed op. Ik heb een regenpak gekocht. Ik heb nu de handschoenen uit het vet gehaald. Als het echt kouder wordt, ja, dan zien we weer. Maar op dit moment kan ik het nog volhouden dus. De deelnemers voelen zich ook beter. Het heeft me een betere conditie opgeleverd. Op het werk kom je ook wat fitter aan. En s'avonds na een vermoeiende dag is het best wel ontspannend om lekker naar huis te fietsen. Ja, als je aan het roken bent, ja, dan weet je wel, daar komt er niks van. En dan blijf je maar op de stoel zitten en je voelt je moe en zo. En nou met de fiets, nou, ik voel me fitter hoor. Ik heb ook een horloge en daar hou ik ook alles bij. Dus dat is wel mooi. In het begin was het toch wel iets wat zwaarder, want het is toch 22,5 kilometer dan de laatste tijd. Dat gaat al wat makkelijker af. En na 6 maanden is het enthousiasme bij iedereen nog steeds groot. Bij de deelnemers, maar ook de werkgever. Wat we zien is dat het project zeker leeft. We merken dat daar veel over gesproken wordt. En er zijn echt medewerkers die je portemonnee goed vol hebben gefietst. Dus dat is een fantastisch resultaat. Nee, we stoppen zeker niet. Zeker in een productieomgeving is het belangrijk om aan vitaliteit en inzetbaarheid van onze mensen te werken. Dat doen we op vele manieren. En een van de dingen die we nu aan het onderzoeken zijn, is of we de fietsleaseregeling ook in onze arbeidsvoorwaarden kunnen toevoegen. Nou, ik merk ook dat als je gaat fietsen, dat de gemeente er ook aan meewerkt. Je kunt zelfs een appje downloaden dat het stoplicht voor je snel op groen springt. Je ziet in de stad steeds meer fietsstallingen waar je niet voor hoeft te betalen. Plus een snelweg, dus ik vind het fietsen nu toch wel aantrekkelijker worden. Plus dat ik nu toch meer fietsen ook naar de stad, boodschappen doen. Ik zie dat het allemaal toch iets sneller gaat met de fiets dan met de auto. Het heeft mij opgeleverd dat ik nou, in ieder geval vaker op fiets ga. Bewust mee bezig ben. Dus inderdaad echt bewust ook vaker de auto laten staan. In de toekomst blijf ik gewoon fietsen. De actie heeft me wel eigenlijk over de strepen geholpen om op de fiets te gaan. Ik probeer heel veel te fietsen. Heel veel dingen. Boodschappen doe ik ook met de fiets en zo. En wat heeft Fietsmaatjes dan bij elkaar opgeleverd? De cijfers. Ruim 330 werkgevers uit Overijssel deden mee. Dat waren in totaal meer dan 5000 medewerkers. Samen hebben zij 105 miljoen kilocalorieën verbrand en 400 ton CO2-uitstoot bespaard. En er is in totaal ruim 3,4 miljoen kilometer gefietst. En dat is 4 keer heen en weer naar de maan.